Er zaten wilde vogeltjes, hè? Hey, goedemorgen. Lekker aan het ontbijt. Weer een nieuwe dag. Leuk dat je weer kijkt. Het is boven nul. Het zijn maar 2 graden. Ik vind het ook iets minder koud dan gisteren. Nou, hij is weer naar school. Ik had mijn koffie nog niet op. Hey, Sjoerd. Wat ligt er? Oh, dat is een stukje van de rozen. Ja, yeah. Van de rozen. Ja. Oh. Een verandering opeens, hè. Als je dan van die lekkere temperaturen hebt, dan opeens is het ook altijd zo hier. Het is opeens is het koud. Kan niet geleidelijk, nee. Dat is ook bang. In the dark. Ja, daar was ik weer. Ja, nou, ik moet vandaag ook even met de vlogs aan de gang. Ik ga even lekker zitten en mijn koffie opdrinken. Wat is er dan? In de buiten? In de buiten? Ja? In de buiten? Het raam open doen. Er zaten wilde vogeltjes, hè? Nou ben ik blij dat je dit niet kan vangen. Zometeen met een merel thuis komt. Niet zo geluk. Dat vind ik niet nodig. Ik krijg eten genoeg. Hé? Zo. We moeten eerst deze omhoog doen. Ga je mij helpen met gordijnen open doen? Moment hoor, dan moet ik even. Ja, dan doe ik het allemaal wel dicht zo. En even goed tegenaan duwen. Dan zet ik er even een. Oh, dat groep ligt helemaal niet. Hier ertussen, een beetje voor de tocht. Dit blijft toch niet helemaal plakken zoals ik dat wou. Uiteindelijk gaat het toch loslaten, hè, dat plakken. Dan zit het iedere keer vast. En dit is ook plastic, hè, wat erop geplakt. Oké, interessant, of niet? Nou, dan doen we deze naar beneden erbij. Ja. Goedemorgen. Dan heb je je oogjes vies. Zo weer oogjes schoonmaken. Hè? Tikkertje dap. Ik ben hier met mijn lovely, lovely Tobias. Tobias die zo lekker de slijm komt. Ja. Hé? Dat is zo lekker knorren. Ik kan heel hard knorren. He loves the camera. Ja, alleen hij is een beetje dik, maar voor de rest. En hij haart nogal. Ja. Moet zo toch nog wat anders zijn. Hè? Een beetje zo lief.
Ja, ze zorgen er altijd wel voor dat ik gewoon even niet opschiet. Dan komen ze zo heerlijk bij je liggen, lekker knuffelen, lekker op zich groot. En vooral als het zo koud is buiten. En dan denk je van, ja, blijf toch even zitten. Yeah. Schatje, ik heb wel mooi haar nu. Mooie haren. Schatje. Lekker hebben vrouwtje op schoot. Lekker warm. Ja. Sjoerd is het buiten. Die is druk achterin. Met vogelspotten. Ik krijg altijd kriebel van het haar van hem. Hij heeft echt van het haar wat overal aan mij plakken, weet je wel. Dan zit dat ergens in je gezicht en dan is hij zo. Ja. Zo, koud buiten, hè? Het is inmiddels 3:15 'smiddags. Ik ben even bezig geweest met bakken in de badkamer. Waar de babyappelslakjes in zitten en wat babyvisjes. Dat was nogal even een toestand om dat schoon te kunnen krijgen. Want het is allemaal zo klein wat erin zit. En als je iets temperatuurverschil hebt, dan heb je kans dat die visjes dat gewoon niet redden. Dat ze niet tegen kunnen. Dus dat was wel even lastig om dat voor elkaar te krijgen. Dus ik hoop dat het gelukt is zo. Dus even afwachten de komende paar dagen of ze dit overleven. Maar het moest echt even schoon. Ik ga daar nu even naartoe. Ja, daar zijn we. Nou, ik heb het nu even zo gedaan. Deze bak is dan leeg. Dat is de quarantainebak. Hè, die blijft dan staan. Nou. Deze bak heb ik dus nu schoongemaakt. Ik heb daar wat oud water bij ingedaan, ongeveer de helft. En de rest zat hierin. En ik pak die bak vast, wat een klein randje in zit. En de hele ding daar breek ik maar af. Ik heb er nu even een laagje water in gedaan. En leg ik er straks even een stukje komkommer in. Omdat er nog wat slakjes in zitten die ik zo niet kan vangen. Maar de rest van de beestjes, je moet even goed kijken. Ah, er zitten wat slakjes zo op die bloempotjes. Er zitten wat visjes hier onderin. Op de bodem, zie je het? Dus die zaten erin. Ik heb er een stuk of 7 geteld. 7 babyvisjes. En ik denk een stuk of 20 appelslakjes. Daar zo liggen er ook nog wat appelslakjes. Ja, dus ik kom ongeveer aan dat aantal wat er van over is gebleven. Nou, ik heb even 1 klepje zo dicht. Zeker dat er katten eraf blijven. Deze bak die moet er straks nog even een stukje komkommer in leggen. En dan kan ik morgen kijken of ik nog wat slakjes heb gevangen. En dan kan de boel verder schoon. Vissen moeten nog eten. Ik had het klepje even iets verder dicht gedaan, want Sjoerd zit me iets te vaak op het aquarium. Visje met de last van de ogen. Het kleine visje. Herbie, het kleine visje. Mooi, hè? Ja, wie wilde wel lekker visje? Hey, visje? Ja? Jij ook visje?
Oh, een lekker visje. Ik ga er mooi bij zitten. Nou. Ja, lust je dat wel? Zo. Even een beetje prakken. Wil je die? Ja? Oeh. Ja. Alsjeblieft. En jij dan? Wil jij ook die? Kom maar even op de placement. Ja. Alsjeblieft. De katten hebben nu lekker visje. Ik moet ook nog iets eten. Stan die eet niet thuis. Had hij besloten. Ik moet even alleen eten vandaag. Ja. En voor jezelf koken zo heb ik niet altijd zin in. Maar dat moet ik natuurlijk dan wel doen. Ik kan natuurlijk iets maken wat een beetje eenvoudig is. Of ik kan van alles in de wok gooien. Ik heb even flink nagedacht over wat ik ging eten. En ik heb wat gevonden. Ik had namelijk nog verse ravioli. Maar makkelijk één pak. Ja, laat ik even zien. Verse ravioli. Ik heb een courgette gepakt. Tomaatjes. Een beetje spinazie. Geraspte kaas. En ik heb nog een klein beetje rucola over. Dat ga ik lekker opbakken dit. Een beetje spinazie erdoorheen. En dat doe ik dan over de ravioli met een beetje kaas. Ik ben nog even aan het bedenken of ik daar nog... Ik denk dat ik daar nog wat zongedroogde tomaatjes bij doe. Want er zit nog wat olie op, hè? Die zongedroogde tomaatjes. Pesto. Nee, geen pesto. Ja. Kijk, aan die zongedroogde tomaten. Er zit altijd een beetje olieachtig aan. Ik denk als ik dat er doorheen doe, dan denk ik dat het wel genoeg is. Even een keer verder geen saus eroverheen. Ik vind het helemaal goed. Ik ga het klaarmaken. Het is bijna klaar. Dit is de pasta. Dit is nog eventjes aan het... Dit moet er nog even doorheen. Beetje garland heb ik erin gedaan. Spinazie, zongedroogde tomaatjes. Ja, dan zou ik te bedenken. Eigenlijk had ik de mozzarella doorheen kunnen doen. Maar dat had ik niet. Nou... Het ruikt goed. Ik vind het helemaal mooi. Vuur uit. En opscheppen maar. En dan zeg ik, eet smakelijk. Lekker zetten. Ik ga zo lekker mijn oogjes dicht doen. Het is vandaag misschien een beetje een normale vlog. Een beetje een simpele vlog. Ja, dat moet je ook hebben natuurlijk, hè. Dus ik sluit bij deze af. En ik ga weer druk aan de slag met een nieuwe vlog. Dus dan hoop ik morgen weer een nieuwe vlog online te hebben. En bedank ik jullie voor het kijken naar deze vlog. Vond je het leuk? Even een blauw duimpje. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal. Nu lekker slapen. Morgen gezond weer op. En dan zeg ik nu doei. Slaap lekker.